Ik wou graag het woord met jullie openen vanmorgen. En ik wou graag een stukje met jullie lezen uit 2 Timotheus 1. De tweede brief van Timotheus, van Paulus aan Timotheus, dat is het eigenlijk, hoofdstuk 1. En dan wil ik met jullie graag lezen, vers 1 tot en met 11. En dat gedeelte, dat is ook het onderwerp van de preek. Dus daar gaan we straks doorheen. Maar laten we het eerst met elkaar lezen. Dan kunnen we eens kijken wat er staat. 2 Timotheus 1. Paulus, door de wil van God, een apostel van Jezus Christus, met het oog op de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. Aan Timotheus, mijn geliefde zoon. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heere. Ik dank God, die ik van mijn voorouders aandien, met een rein geweten, terwijl ik zonder ophouden aan u denk in mijn gebeden, nacht en dag. Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te zien, om met blijdschap vervuld te worden. Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is, en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere en ook niet voor mij, zijn gevangene, maar leid met mij verdrukking om het evangelie, overeenkomstig de kracht van God. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen. Maar nu is geopenbaard, door de verschijning van onze zaligmaker, Jezus Christus, die de dood teniet gedaan heeft, en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie, waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de heidenen. Ik kan nog wel even doorlezen tot 14, dat is wel mooi om af te ronden. Daarom onderga ik ook deze dingen. Maar ik schaam mij niet, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben ervan overtuigd dat hij bij machten is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden die u van mij gehoord hebt. In geloof en liefde, die in Christus Jezus zijn. Bewaard door de Heilige Geest, die in ons woont. Het goede pand dat u toevertrouwd is. Dit stukje zo leest. Misschien ken je de brief van Paulus aan Timotheus. Misschien is het de eerste keer dat je die leest, te horen krijgt. Maar het moment dat Paulus hier deze brief schrijft, dan zit hij in de gevangenis. Hij zit in de gevangenis. Hij heeft zich enorm ingespannen voor het werk van de Heere, jaren na jaren. Hij heeft vele reizen gemaakt. En op dit moment zit hij in de gevangenis en hij weet, het gaat niet lang meer duren. Mijn leven is bijna ten einde. Want hij zegt in hoofdstuk 4, vers 6, ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Met andere woorden, ik heb niet lang meer te leven. Ik zit in een gevangenis, kan zomaar omgebracht worden. Niet omdat hij nou een misdadiger was, omdat hij iets vreselijks gedaan had, maar omdat hij een volgeling was van de Heer Jezus. Dat hij niet heeft gebogen voor de keizer, niet gebogen heeft, maar dat hij uiteindelijk het evangelie verkondigd heeft. Dat is de misdaad die hij begaan heeft. En daarom zit hij in de gevangenis. En hij heeft al eerder gezegd dat hij ernaar verlangt om een Christus te zijn. Dus voor hem is het niet zo vreselijk om te sterven, om bij zijn Here te komen. Maar Paulus heeft wel een verlangen en dat is dat hij de gemeente van Christus onderwijst. Hij is al die gemeentes doorgegaan, heeft het geloof gedeeld, hij is op vele plaatsen geweest. Op vele plaatsen heeft hij voor het eerst het evangelie gebracht. En daar zijn gemeentes gesticht. En later heeft hij ook vaak geprobeerd om die gemeentes te bezoeken, te bemoedigen. Hij stuurde brieven naar de gemeentes. En hij probeerde eigenlijk steeds opnieuw de gemeente heen te wijzen naar Christus en het leven met hem. Maar nu is hij bijna zover dat hij deze wereld moet verlaten. En eigenlijk is dat best wel iets om over na te denken. En Paulus die moet als het ware de fakkel gaan doorgeven. Hij weet, als ik er niet meer ben, ja, wat zal er dan gebeuren? Nou, dat weet hij eigenlijk heel goed. Hij schrijft in Handelingen 20, zegt hij, want dit weet ik,
dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet sparen. Zij weten, als ik hier wegga, dan zullen de gemeenten, ja, die zullen worden over, ja, er zullen aanvallen komen. Het zijn jonge christenen die pas tot geloof zijn gekomen. Ze leven vaak in een wereld die, ja, mensen om zich heen die goddeloze, in een goddeloze wereld leven. En daarom is het ook zo belangrijk om de gemeente te onderwijzen, maar ook om betrouwbare mensen te hebben die de gemeente verder onderwijzen. En een van die mensen die, is Timotheus. Timotheus is eigenlijk zijn geliefde zoon, zo schrijft hij. Het is niet echt zijn zoon, niet biologisch, maar het is wel iemand die hij heeft ontmoet, met wie hij een nauwe geestelijke verbondenheid heeft. En daarom schrijft hij deze brief aan Timotheus. Hij is de geestelijke vader, niet echt zijn vader, maar een geestelijke vader in geestelijk opzicht. En hij schrijft die brief aan Timotheus. En wat is zijn verlangen? Zijn verlangen is, het staat al, aan Timotheus, mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer. Het is eigenlijk een zegen die Paulus uitspreekt over zijn Timotheus. Zoals dat wij daarnet het ook hadden over zegen. Zo mogen we ook onze broeders en zusters zegenen. En ik zat erover na te denken hoe mooi het principe eigenlijk is. Dat Paulus als een oudere broeder, een jongere broeder, want Timotheus is een jongere man, eigenlijk bij de hand neemt, hem onderwijst en hem de dingen vertelt van het Koninkrijk van God. Dus misschien is het, wandel je al langer met de Heer, ken je de Heer al lang, dan is het prachtig om, misschien zijn het wel je eigen kinderen. Dat is natuurlijk prachtig, als je eigen kinderen kan vertellen over wie de Heer is. En zoals het ware bij de hand kan nemen. En misschien ken je de Heer Jezus nog niet zo lang. Dan is het ook mooi om een oudere broeder of een zuster te hebben. Dat kan je vader of je moeder zijn, maar het kan ook iemand anders zijn die je kan helpen om de weg van de Heer beter te leren verstaan, om samen te wandelen. Dus het is eigenlijk ook wel heel mooi als we dat principe zo zien van discipelschap. Maar voordat we verder gaan, dacht ik, ja, wie is eigenlijk Timotheus? Want we hebben het heel vaak al over Paulus gehad. Paulus is natuurlijk iemand die hele grote stukken van het Nieuwe Testament geschreven heeft, die brieven geschreven heeft, waar ook veel over is geschreven in de Bijbel. Maar wie was nou Timotheus? Allereerst zijn naam, dat is eigenlijk een hele mooie naam, Timotheus. Timo betekent eigenlijk eren en Theus betekent God. Dus eigenlijk betekent zijn naam God vereerde. Of hij die God vreest. Dat is toch een prachtige naam, als je zo'n naam hebt. Dat je naam alleen al zegt, hij die God vreest. En bij Timotheus niet eens alleen zijn naam, maar is het ook echt werkelijkheid geworden. Het is iemand die God vreest. Het is iemand die van de Heere God houdt. Hij woonde in Lystra, dat is nu Turkije. En zijn vader was een Griek, een heiden zou je kunnen zeggen. Maar zijn moeder was een Joodse vrouw. Een gelovige Joodse vrouw. En had ook nog een oma, die kende de Heer ook, dat was Lois. We hadden net hier in vers 5 lees je over zijn oma Lois en over zijn moeder Eunice. Het zijn allebei vrouwen die van de Heer Jezus hebben gehouden. Het geloof woonde in hen en nu woont het ook in Timotheus. En er is wel iets goed gegaan in die opvoeding. Want er staat in 2 Timotheus 3 dat hij van jongs af aan heilige schriften kende. Dus we hebben het net over opdragen. Hè? Maar net was Matthias hier op het podium en dan dragen we met elkaar op als gemeente aan de Heer. En Matthias is nog heel jong. En Timotheus was ook nog heel jong. En toen heeft hij al de heilige schrift, het woord van God, tot zich genomen. En zijn vader was een Griek, dus die zal het misschien niet gedaan hebben. Maar zijn moeder denk ik wel. En zijn oma denk ik ook. Dus er ligt ook een prachtige, ja, je ziet ook hierin hoe God dat gebruikt. Dat door de generaties heen Gods werk doorgaat. Bij Timotheus is het ook zo gegaan. Als je dan zo eens terugdenkt hoe dat allemaal is gegaan, dat staat allemaal niet in de Bijbel. Hoe is die Griekse vader aan zijn Joodse vrouw gekomen? Eigenlijk mocht dat helemaal niet. Mensen van het Jodendom mochten helemaal niet zomaar trouwen met iemand uit een ander volk. Zeker geen Griek. En toch is het gebeurd. En daar is een kindje uit geboren, dat jongetje is Timotheus. Die is ook ooit klein geweest, een babytje geweest, opgegroeid. En misschien zeiden de mensen wel tegen elkaar, nou, wat daarvan terecht moet komen? Griekse vader, Joodse moeder, geen gelijke span, dat komt vast niet goed. Maar we zien dat God geestelijk genadig is geweest. En dat hij van jongs af aan de heilige schriften tot zich genomen heeft. Zijn vader, zijn moeder, en ik denk ook zijn oma, die hebben daar tijd aan besteed. Die hebben met hem gesproken over wie God is. De heilige schriften worden hier eigenlijk het Oude Testament bij bedoeld, want het was toen eigenlijk wat bekend was als de Bijbel. Maar wij mogen dat ook doen. Als vaders en als moeders, maar ook als opa's en als oma's,
mogen we het woord van God doorgeven aan onze kinderen. En hij had een ongeveinsd en een oprecht geloof. Kijk maar in vers 5. Er staat, daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is. En dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u was. Dus dat geloof, dat ongeveinsde, dat oprechte geloof, dat woonde ook in Timotheus. En hij stond goed bekend bij de broeders van Lystra en Iconium. Waarschijnlijk is Paulus daar een keer geweest. Die heeft daar voor het eerst in zijn zendingsreis is hij daar aangekomen. Heeft hij het evangelie verkondigd. En dat heeft waarschijnlijk weerklank gevonden. In het hart van Timotheus. Hoe dat allemaal precies gegaan is in de tijd. Dat weten we niet. Dat hij ook van jongs af aan al het woord tot zich genomen had. Maar dat is heel goed mogelijk. En toen kwam Paulus een tweede keer. Dus de tweede zendreis. Kwam hij daar weer. En dan kiest Paulus hem als metgezel. Blijkbaar is er in die tussentijd iets gebeurd. En als hij aan de broeders vraagt, wat vinden jullie van Timotheus? Dan hebben ze een heel goed getuigenis over hem. Ik denk dat het bekend stond als een lieve, oprechte broeder. Die van de Heer Jezus hield. Maar het is nog wel een jonge kerel. Er staat in Timotheus 4 vers 11 dat het een jonge broeder is. En niemand verachtte uw jonkheid staat. Dus het is een, hoe oud zal hij zijn geweest? Misschien was hij 20 of zo. Misschien iets ouder, iets jong. Staat er niet bij. Maar het is beslist geen oude man. En toch wordt Timotheus al uitgekozen als de metgezel, als de medereiziger, zou je kunnen zeggen, van Paulus. En dat wordt niet alleen, hij wordt niet zomaar alleen maar meegenomen door Paulus, dat gaat niet zomaar. In 1 Timotheus 4 lezen wij dat hij ook met handoplegging wordt gestuurd. Er staat voor onachtzaam de genadegave niet die in u is en die u gegeven is door profetie, met handoplegging door de raad van de ouderling. Dus voordat Timotheus mee is gegaan met Paulus, die de wereld door, zou je kunnen zeggen, om over het evangelie te spreken, is hij met handoplegging gezegend door de oudsten van de gemeente. Dus hij had echt wel een bediening. Het was niet zomaar een reisje die Timotheus maakte. Het was heel bewust. Ja, en wat is nou Timotheus voor persoon? Er staat ook wel het een en ander over in de Bijbel. Het is iemand die je bijvoorbeeld in vers 4 leest over zijn tranen. Kijk maar in vers 4... Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te zien om met blijdschap vervuld te worden. Dus Paulus en Timotheus zijn eigenlijk een vader en een zoon, een geestelijke vader en een zoon. Maar nu zijn ze niet bij elkaar, want Paulus zit in de gevangenis en Timotheus daar niet. En dan denkt hij terug aan die tijd dat ze elkaar spraken en dan staat er, wanneer ik aan uw tranen denk. Dus die mensen hebben heel wat afgesproken, die twee mannen, Paulus en Timotheus. En dat zal ook emoties teweeg gebracht hebben, wanneer ik aan uw tranen denk. Zou je eens over na kunnen denken van ja, wat zouden dat voor tranen zijn geweest? Wat zouden ze nou samen besproken hebben? Nou, als Paulus het heeft over tranen, Paulus schrijft ook altijd over tranen, dan zijn dat altijd tranen omwille van het evangelie. Bijvoorbeeld Handelingen 20 zegt, Paulus, daarom wees waakzaam en bedenk dat ik 3 jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden, iedereen onder tranen terecht te wijzen. Als Paulus het heeft over tranen, dan was dat bewogenheid voor de mensen om hem heen. Onder tranen terecht wijzen. En in Filippenzen 3 zegt Paulus, want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Paulus huilt omdat er mensen zijn die de Heer Jezus niet kennen. Het raakt zijn hart. Daar is hij verdrietig over. Daar is hij bewogen over. Dat zijn de tranen die bij Paulus naar boven komen, bij Timotheus ook. Dus ik denk dat als het hier gaat over tranen, dan denk ik van ja, wat raakt ons hart? We leven allemaal in deze wereld. We hebben allemaal emoties. Maar Paulus, als Paulus huilt, en Timotheus ook, dan gaat het hier altijd in de Bijbel althans over bewogenheid voor mensen die de Heer Jezus nog niet kennen. En daarom wil ik jullie ook oproepen, ook vandaag, als je hier nu bent en je zit in deze gemeente. En je bent hier in de schaapskooi. Misschien ben je al heel vaak in de kerk geweest, misschien nog niet zo vaak. Maar je kent de Heer Jezus niet. Dan wil ik je oproepen om de Heer Jezus aan te nemen. Om hem aan te nemen als je de verlosser. Morgen sprak Edward hier al over de liefde die de Heer Jezus voor ons heeft. Die van ons houdt. We hebben het gehad over het kruis. Dat de Zoon Jezus Christus aan het kruis heeft gestorven. Voor ons. Als redder voor ons. Heeft alles voor ons gedaan. We hebben gezongen over het bloed. Wat is gevloeid aan het kruis. Het enige wat wij hoeven te doen. Is het bloed accepteren. Het offer van de Heer Jezus aanvaarden. Want dan wordt het bloed als het ware geactiveerd. En diezelfde bewogenheid die Paulus heeft. Die willen we als gemeente ook uitstralen.
en je toeroepen. Laat je met de Heer Jezus Christus verzoenen. Zoek vrede met God. Zo belangrijk. En het is ook zo dichtbij. Want hij heeft alles al voor ons gedaan. We hoeven niets meer toe te brengen aan het offer van Jezus. Hij heeft het allemaal al volbracht. Dus ja, dat even over die tranen. Dus het was best wel een emotioneel persoon, denk ik. Timotheus. En het was een jonge broeder. En hij loopt een tijdje met Paulus mee. Denk ik zo. Hij is met Paulus meegegaan. Ze hebben heel wat dingen samen beleefd. Van stad naar stad gereisd. Elke stad dan verkondigde ze het evangelie. Vaak riep dat weerstand op. Kregen ze veel over zich heen. Soms werden ze geslagen. Ze kwamen in de gevangenis terecht. Daarna gingen ze weer naar de volgende stad. Zo ging dat verder. Maar na verloop van tijd zat Paulus in de gevangenis. Hij was gewoon gevangen genomen en Timotheus niet. Dus Timotheus die is eigenlijk als het ware nog op vrije voeten, zou je kunnen zeggen. Maar het werk in de gemeente gaat door. En ineens staat Timotheus er alleen voor. Zijn mentor, Paulus, zit in de cel. Die kan eigenlijk niet zoveel doen. Bidden. En voor de gemeente bidden, brieven sturen. Maar hij kan niet naar de gemeente toe. En wie moet het dan gaan doen? Dan moet Timotheus het maar doen. Dus dan sta je daar als jonge broeder. Je denkt, ik ga meelopen met Paulus. Je zou bijna zeggen, een soort stage lopen in het Koninkrijk van God. Met eerbied gesproken. En ineens, dan valt je mentor weg en dan sta je ervoor. In je eentje. Als jonge broeder. En dan moet jij naar de gemeente toe. En Paulus, die stuurt Timotheus aan. Schrijft brieven. Je moet naar die gemeente gaan. Je moet naar die gemeente gaan. Je moet naar de gemeente in Filippi gaan. Je moet naar de gemeente in Korinthe gaan. En je moet ook naar de gemeente in Efeze gaan. En die opdracht om naar Efeze te gaan was niet zo'n makkelijke opdracht voor Timotheus. Want hij moest daarheen gaan om die mensen wat te gaan vertellen. Want het ging niet zo goed in Efeze. Je moet naar Efeze gaan, Timotheus, om de mensen te bevelen dat ze geen andere leer moeten aannemen. We kunnen het wel even opzoeken. 1 Timotheus 3 vers 4. Een paar bladzijden terug. 1 Timotheus 3 vers 4. Is dat goed? Nee, dat klopt niet. Oh, 1 Timotheus 1 vers 3 en 4, sorry. Het is alweer een stukje terug, maar dat moest dus Paulus doen. Daar moest Timotheus naartoe. 1 Timotheus 1 vers 3 en 4. Ik herinner u eraan hoe ik u, toen ik naar Macedonië reisde, het u opgeroepen heb in Efeze te blijven. Dus je zou kunnen zeggen dat hij daar moest blijven. Om sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen. Zich ook niet bezig te houden met verzinsels, een andere vertaling zegt met fabels, en eindeloze geslachtsregisters, die meer twistgesprekken opleveren dan nu door God gewerkte opbouw in het geloof. Dus Timotheus moet dus jonge broeder, moet hij daar blijven in Efeze. En hij moet niet zeggen, zou je alsjeblieft willen stoppen met die fabels, met die verzinsels. Maar hij moet ze bevelen. Hou ermee op. In het gezag. Hij is aangesteld. Maar hij moet in de naam van Christus deze mensen terechtwijzen. Dat is niet zo makkelijk. Voor een jonge broeder. En toch krijgt hij die opdracht. Dus er ligt best wel een grote taak op de schouders van Timotheus, zou je kunnen zeggen. En er komt dan ook nog bij dat Timotheus misschien niet zo'n heel erg zelfverzekerd karakter heeft gehad. We lezen dat Paulus in de brieven zegt, hij schrijft, let erop dat hij zonder vrees bij u kan zijn. Dan stuurt hij aan de gemeente. Dus eigenlijk moet Paulus nog aan de gemeente sturen, zorg voor Timotheus. Maak het hem niet te zwaar. Zorg ervoor dat hij zonder vrees bij u kan zijn. Dus misschien is het wel iemand geweest met niet zo'n zelfverzekerd karakter. Niet zo iemand die even ging vertellen aan andere mensen hoe het moest. Misschien was hij wel verlegen. En hij had ook nog eens te maken met een slechte gezondheid. De Bijbel zegt dat hij veel kwalen had. Dus ja, als je dan kijkt naar Timotheus, dan woont het oprechte geloof in hem. Je kan het ongeveinsde geloof, dat heeft hij gekregen van zijn oma, van zijn moeder. Maar hij is ook nog jong. Hij heeft te maken met grote taken. Hij is misschien wel onzeker. Hij heeft een zwakke gezondheid. En als je kijkt in deze tijd en je zou naar de uitzendbureau gaan en zeggen, nou, ik heb niet zo'n goede gezondheid. Ik ben erg verlegen. Ik ben misschien wat emotioneel. Dan zouden mensen niet zeggen, nou, ik heb wel gelijk een baan voor je. Dat klinkt niet zo in deze cultuur, in deze maatschappij. Maar God heeft hele andere bedoelingen. God kijkt niet zoals wij als mensen naar elkaar kijken. Maar hij heeft grote plannen met Timotheus. En Paulus die ziet dat ook. Dus dat is wel heel mooi om daarin ook te zien. Misschien herken je wel een beetje in Timotheus.
Die zegt, nou, ik sta ook niet zo goed op de voorgrond. En ik ben ook niet zo'n iemand die dat eventjes de punten aansnijdt. Misschien ben ik wel teruggetrokken van jezelf. Misschien vind je jezelf ook wel verlegen. En denk je, ben ik dan wel geschikt om te dienen in het Koninkrijk van God? Nou, Timotheus heeft dat ook. En toch krijgt hij de taak en de opdracht om naar de gemeente te gaan. En hij krijgt niet alleen de taak, maar hij krijgt ook de gave. Ja, hij wordt, ik las net al eventjes uit hoofdstuk 4. Dat hij door de oudste is de handoplegging is geweest. En heeft een gave ontvangen. Dat staat er ook. Dat hij een gave heeft ontvangen om werkzaam te zijn in de gemeente. Kom ik straks nog wel even op terug, op die gave, wat dat nou te zeggen heeft. Dus dat is even heel in het kort over Timotheus. Wat was het nou voor iemand? Er staat minder in over Paulus, maar heeft uiteindelijk... het is wel heel goed om te weten wat het nou voor persoon is. Dan begrijp je zo'n brief ook wat beter. Ik wil toch even nog terug naar vers 5. Want Paulus die denkt eigenlijk terug, hij zit in een cel. Hoe zat het ook weer met Timotheus? Hij denkt terug, een soort herinnering. Kijk maar, daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is. Dat is prachtig. Als je daaraan terugdenkt, het eerste waar, als hij daarover nadenkt, hoe was dat nou met Timotheus, dan herinnert hij zich het ongeveinsde geloof. Een ongeveinsd betekent eigenlijk oprecht. Het ongeveinsde geloof dat in u was. Ongeveinsd, het Griekse woord van ongeveinsd, is anupokrito. En dat lijkt heel veel op het woord hypocriet. Misschien ken je dat wel. En een toneelspeler in Griekenland werd een hypocritis genoemd. En wij kennen het woord hypocriet, hè? Iemand die het ene zegt en het andere doet. Iemand die ja zegt en nee doet. Iemand die de schijn ophoudt. Dat is een hypocriet. Nou, een toneelspeler in Griekenland deed precies hetzelfde. Een hypocritis is iemand die doet alsof hij iemand anders is. Dat is een hypocritis. Je bent, je speelt een rol op het toneel. En je beeld je in. Je doet alsof je die persoon bent. Maar dat ben je niet, want je bent jezelf. Nou, eigenlijk is, hier staat anupokrito, dus het tegenovergestelde. Met andere woorden, Timotheus is juist niet hypocriet. Hij is oprecht. Hij is echt. Hij is iemand die het ongeveinsde geloof bezit. Dat heeft hij zelf niet in zichzelf gelegd. We weten dat het een gave van God is. Maar het is wel echt. Wat er in hem leeft, is echt. Hij houdt van de Heer Jezus. Het ongeveinsde geloof dat in u is. En dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois. En in uw moeder Eunice. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. Dus ik vind het heel mooi, ook met zo'n opdrachtdienst. Ik weet dat er ook gasten zijn. Als je dan ook ziet hoe dat ongeveinsde geloof doorgegeven kan worden. Het is niet iets van dat je even overdraagt. Het is iets wat je in de opvoeding meegeeft. Je geeft als het ware je deeltje liefde voor de Heer Jezus. Je gaat het woord in. Chris en Erika, jullie hebben nu een dochtertje en een zoontje. En je mag het woord van God, wat in je woont, het ongeveinsde geloof, wat in jullie wonen, mag je doorgeven. In gebed. Samen het woord ingaan, de Bijbel ingaan. Kinderen leren bidden. Dat is zo kostbaar, zo belangrijk. Dat is ook een zegen, als we onze ouders of onze kinderen daarin mogen voorgaan. En misschien als je over jezelf nadenkt en je denkt na over je voorgeslacht, dat je denkt, ja, had ik eigenlijk wel zo'n godvrezend voorgeslacht. Timotheus had dus een godvrezende moeder. En een godvrezende oma. Misschien heb je die wel niet. Dan ben jij misschien wel de eerste in de lijn. Die dat is. Een godvrezend voorgeslacht kun je niet maken. Maar je kunt je wel inspannen voor een godvrezend nageslacht. Als je kinderen hebt. Of als je geen kinderen hebt, mag je andere mensen wijzen op de weg van de Heer Jezus. En dan zegt de Heere God ook, we hadden het over Psalm 115, hoe de Heer dat zegent, als we daar ons voor inspannen. Dus het ongeveinsde geloof, dat hoort, dat woont in Timotheus. Dat is prachtig. En dan gaat Paulus verder. Dus eigenlijk vers 5, 6 en 7 gaan het, ik wil daar een beetje op inzoomen, want dat hoort eigenlijk heel veel met elkaar. En de eerste stap is dat het ongeveinsde geloof in ons woont. Ongeveinsd, onoprecht. En als je nou, ik had het net ook al gezegd, als het geloof nog niet in je leven werkzaam is, ga dan naar de Heer toe. Maak het in orde met de Heer, want het is voor iedereen mogelijk. Het geloof is niet iets wat we maken, maar het geloof is iets wat Hij in onze harten legt door de Heilige Geest. Gewoon door de Heer Jezus te aanvaarden. Door zijn offer te aanvaarden aan het kruis van Jezus Christus. En dan wordt dat geloof ook in ons gelegd. Dat is prachtig om te zien. Zoals het in Timotheus woonde, zo kan het ook wonen in ons. Het is hetzelfde geloof, door dezelfde geest.
En dan zegt Paulus, gaat hij eigenlijk verder. Vers 6, vervolg vers 5. Daarom, dus omdat dat geloof in u woont, herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is door de oplegging van mijn handen aan te maken. Dus Paulus heeft een genadegave ontvangen. Van God. Dus het is niet iets wat hij zichzelf heeft aangeleerd. Het is geen vaardigheid die hij verworven heeft door veel te oefenen. Het is een gave die God geeft. En Edward die refereerde net ook al aan. Die zei, we hebben allemaal een gave ontvangen. Als de Heer Jezus hebben aangenomen, dan ontvangen wij een gave van de Heilige Geest. Niet voor onszelf, maar om het lichaam van Christus te dienen. Zodat we de gemeente kunnen dienen. En de gave, dat kan van alles zijn. Ik denk dat Timotheus een gave had om leraar te zijn. En er wordt opgeroepen, doe het werk van een evangelist. Dus misschien had hij de gave van een evangelist. Maar het kan ook in zoveel facetten. Gewoon het dienen van elkaar. Als gemeente. Of in de straat. In je huis. Als vader of als moeder. Dan heb je de Heer Jezus voor nodig. Maar hij geeft ook de genadegave. Onderwijzen. Je kunt ook je kinderen onderwijzen. Dat is ook iets wat je kunt. Waar de Heere God een genadegave voor geeft. Nou, ik wil niet al te diep ingaan vandaag op de genadegaven die er allemaal zijn. Maar het is wel heel belangrijk dat we ons realiseren dat wij een gave hebben. En dat die genadegave er is om een ander op te bouwen. 1 Korinthe 12 zegt, aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven. En aan een ander een woord van kennis door dezelfde geest. En aan een ander geloof door dezelfde geest. En aan een ander genadegave van genezingen door dezelfde geest. En aan een ander werkingen van krachten. En aan een ander profetie. En aan een ander het onderscheiden van geesten. En aan een ander allerlei talen. En aan een ander uitleg van talen. Dat staat in 1 Korinthe 12. Maar er zijn ook nog andere gedeeltes van het woord. Er zijn zoveel genadegaven die de Heer geeft. En die deelt Hij uit aan de gemeente. En er is niemand in deze gemeente die de Heer Jezus heeft aanvaard. Die een kind van God is, die geen gave heeft ontvangen. Want dat zou betekenen dat als je geen gave hebt ontvangen, dat je niks hebt om je broeders en zusters te dienen. Dat kan natuurlijk niet. Dus de gave die hebben wij ontvangen. En als je niet weet welke gave je hebt, dan geloof ik dat je dat mag vragen, Heer. Dan kan je gewoon vragen, Heer, wilt u me laten zien welke gave ik heb. Niet om mee te pochen, om mee te pronken, maar om het lichaam van Christus mee te dienen. Want dan weet je ook waar je mee kan dienen. Dat is echt wel een vraag die we gesteld mag worden. En Timotheus die weet dat denk ik wel, want hij, de gaven zijn aan. De handen zijn opgelegd. Toen ging het ook al over genade. En nu zegt Paulus, daarom herinner ik u eraan de genadegaven van God die in u is door de oplegging van mijn handen aan te wakken. Dus je kunt de genadegaven krijgen. Misschien heb je er meerdere ontvangen van de Heer. Maar dat wil nog niet altijd zeggen dat die altijd werkzaam is. Het kan wel zijn dat je genadegaven van God hebt ontvangen en dat die een beetje verflauwd is. Zoals je een vuurtje hebt wat heel fel kan branden, maar als je er geen hout op gooit, dan wordt dat vuurtje steeds minder en minder en minder. Als je niks doet, ja, dan wordt het, nou, het verflauwd als het ware. Nou, en hier is het eigenlijk dat Paulus Timotheus toe oproept, die genadegave die je hebt ontvangen, die moet je aanwakkeren. Het moet eigenlijk vuriger worden. Paulus, dit is een oproep die Paulus en Timotheus doet. Het is geen gebed van Paulus aan de Heere God. Heere God, wilt u de genadegave in hem op aanwakkeren? Misschien Paulus ook wel gebeden. Maar in dit geval schrijft hij aan Timotheus. En wij kunnen daarvan leren dat als wij een genadegave van hem ontvangen, dat je die aanwakkert. Dat je dicht bij hem leeft, zodat die genadegave, want het is een gave die de Heilige Geest geeft, die kan ook niet functioneren zonder de Heilige Geest, dat die aangewakkerd wordt in je leven. Dus als je nou bij jezelf denkt, ja, ik heb wel die genadegave van een woord van wijsheid, of een woord van kennis, of van geloof. Maar ik ben de laatste tijd niet zo met het woord van God bezig geweest. Dan wordt het geloof ook wat minder. Dan wil ik je aanvuren, zoals Paulus Timotheus aanvuurt, om dat aan te wakkeren. Andere vertalingen zeggen ook om het aan te vuren. Dus het wordt eigenlijk een beetje vergeleken met een vuur. Misschien verbaast je het een beetje. Ik las deze tekst een aantal weken geleden voor het eerst. Ik dacht, hé, het staat helemaal niet dat God het aan moet wakkeren. Maar het staat hier eigenlijk dat Paulus wordt zijn Timotheus aanvuurt. Om hem aan te wakkeren. Dat is iets wat onze verantwoordelijkheid is. En misschien vraag je je af, hoe moet ik dat dan aanwakkeren? Hoe moet ik die genadegave dan
aanwakkeren. En daarvoor wil ik met jullie kijken naar vers 7. Want vers 7 is weer een vervolg op vers 6. Vers 5 zei, je hebt het ongewijze geloof ontvangen. Het oprechte geloof. Omdat je dat hebt, heb je ook een genadegave ontvangen. Dat is vers 6. Die genadegave, die moet je aanwakkeren. Staat hier. En dan vers 7 is een soort, ja, kom je een stapje verder als het ware. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid. Eigenlijk staat er lafhartigheid. Letterlijk. Maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Dus als je het goed leest, dan is dat een uitleg van vers 6. Dus als we het dan hebben over dat die gave kan verflauwd worden, dan zegt Paulus niet voor niks vers 7 erachteraan. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht, liefde, bezonnenheid. En ik wil eigenlijk dit vers op twee manieren lezen. Ik wil het eerst eens op zijn kop lezen. Daarmee bedoel ik in het negatief lezen. Wat staat er nou andersom? Ik ga het zo meteen uitleggen. En daarna gaan we het nog een keertje lezen. Want als Paulus dus zegt, die genadigheid moet worden aangewakkerd. Wat kan dan die genadigheid veroveren? Wat kan dan die genadigheid verflauwen, zou je kunnen zeggen? Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Dus wat kan je genadigheid verflauwen? Het tegenovergestelde van kracht. En wat is het tegenovergestelde van kracht? Eigenlijk angst, zwakheid. Het tegenovergestelde van liefde is liefdeloosheid. En het tegenovergestelde van bezonnenheid is onbezonnenheid. Dus die drie dingen, die kunnen jouw gaven verflauwen. Angst is een van de gaven, of het is geen gaven, een van de dingen die je kan ondermijnen. En ik denk dat Timotheus best wel last heeft gehad van angst. Misschien moest hij daar in Efeze naar mensen toe gaan en moest hij ze bevelen om een andere leer aan te nemen. Ik weet niet hoe, ja, als je dat zo voor je ziet. Je wordt naar een gemeente gestuurd, er is best wat aan de hand. En wat moet je daar gaan doen? Je moet die mensen gaan vertellen, je doet het niet goed, je moet het anders doen. Hoe zou je dat vinden? Ik denk dat Timotheus dat heel spannend heeft gevonden. En ik denk dat ik het zelf ook heel spannend zou vinden. Angst is iets wat we misschien wel herkennen. Angst voor medegelovigen om ze te vertellen wat ze moeten doen. Zeker als je ze moet vermanen, want hoe gaan ze reageren? Gaan ze naar je luisteren of niet? Angst voor vervolging. Cementen Paulus zit in de gevangenis en heeft de doodstraf gekregen. Of krijgt waarschijnlijk de doodstraf. Misschien had Timotheus ook wel zoiets van, hé, wat gaat met mij gebeuren als ik het evangelie vertel? Krijgen we dan ook, gebeurt het dan ook met mij? Dat is natuurlijk niet zo'n aantrekkelijk vooruitzicht. Dus ik wil jullie ook eens vragen of er angst is in je leven. Angst voor mensen om je heen, om het evangelie te verkondigen. Misschien zijn het broeders en zusters. Misschien zeg je wel, ik vind het moeilijk om te getuigen naar de wereld om me heen. Want ze snappen het toch niet. Of ze reageren toch verkeerd. Of ze wijzen me toch af. Of ze zetten me toch voor gek. We hebben het in de schaapskuil heel vaak over dat we bereid moeten zijn om voor de Heer Jezus te leven. En ik las een tijdje terug een boek, dat ging over een evangelist, of een zendeling, vanuit Amerika. En die wilde zendeling worden in het Midden-Oosten. En hij kwam terecht in een van de ernstigste landen die er zijn, Somalië. Dat is een land waar ongelooflijk veel vervolging is, waar bijna, op papier zijn er bijna geen gelovigen. Ontzettend angstig daar. Mensen durven zich niet uit te spreken, want ze maken de ernstigste dingen mee. En toen die zendeling naar Somalië ging, toen snapte hij wel, hij had ook een gezin, hij had ook kinderen, dat het best wel heel heftig kan zijn. En toen hadden ze daar als gezin samen over. En toen dachten we, ja, dachten die vader en moeder, we moeten onze kinderen daar wel op van voorbereiden. Toen hebben ze een gesprek gehad. En weet je wat ze zeiden tegen hun kinderen? Ze zeiden, we hebben altijd gezegd dat we voor de Heer Jezus willen leven. Maar zijn jullie en zijn we als gezin ook bereid om voor de Heer Jezus te sterven? Het is eigenlijk hetzelfde. Want als we voor de Heer Jezus leven, dan kunnen we ook voor hem sterven. Maar het voelt heel anders. Zijn we bereid om voor de Heer Jezus te sterven? Een van de dingen, angst kan ons ontzettend belemmeren. Ik merk het zelf ook wel eens, dat ik het spannend vind. Of ik mensen moet aanspreken. Zeker als het dingen zijn waarvan je denkt, ja, ik weet niet of ze dat fijn vinden. Een complimentje geven, anders niet zo erg. Maar mensen de rechte weg vertellen. Mensen vertellen dat ze voor eeuwen verloren gaan. Als ze de Heer Jezus niet aan hebben genomen. Dat zijn ernstige dingen om te vertellen. En de meeste mensen zitten niet zo op te wachten. En toch is dat wel heel belangrijk om dat met elkaar te delen. Dus ik wil je ook oproepen om die angst aan de kant te zetten. Want we hebben geen geest gekregen van angst. Maar daar kom ik straks op terug. Of liefdeloosheid kan ook zoiets zijn. Van nature zijn we niet liefdevol.
We weten dat de liefde van God in onze hart is uitgestort. Maar van nature ben je niet gericht op de ander. Maar de Heer Jezus doet het wel. Als we niet gericht zijn op de ander in de gemeente, dan kan de gave ook niet functioneren die je hebt gekregen. Want die is voor elkaar. Om het lichaam op te bouwen. Om je broeder en je zuster op te bouwen. Om die extra mijl met je broeder of zuster te gaan. Dus het lichaam, de gave die je hebt ontvangen, functioneert ook alleen maar als we gericht zijn op de ander. Efeze 4 zegt, om de heilige toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Tot opbouw van het lichaam van Christus. En onbezonnenheid kan ook. Dat je graag dingen doet, maar dat je er niet zo goed over nadenkt. En dat je dan vol emoties en gevoelens bezig bent. Dat je achteraf erachter komt, ja, ik heb eigenlijk niet zo goed gehandeld. Ik heb er niet zo goed over nagedacht. Dus daarin is het ook heel belangrijk om de wil van de Heer te verstaan. Dus die drie dingen, zou je eigenlijk kunnen zeggen, kunnen zo'n het werk wat de Heer in je wil doen, kunnen het als het ware belemmeren. Angst, liefdeloosheid, als je gewoon bezig bent met jezelf, met je eigen zorgen. Het is goed om voor jezelf te zorgen, maar als je daar alleen maar mee bezig bent en je ziet het lichaam van Christus niet meer, dan kan dat jouw gaven verflauwen en onbezonnenheid. Dat is eigenlijk wat de boze kan gebruiken om die gaven in jou te verflauwen. Maar wat, en nu wil ik het vers eigenlijk op de andere manier lezen, op de juiste manier zoals het er staat. Wat hebben we dan wel ontvangen in Christus? Nu lezen we zoals het hier staat. God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar kracht, liefde, bezonnenheid. Allereerst, we hebben de geest ontvangen. De Heilige Geest die werkzaam is in ons leven, toen we de Heer Jezus hebben aanvaard. Toen is die Heilige Geest neergestort. En wij hebben ook een nieuwe geest ontvangen. Een nieuwe geest. En die geest die in ons is, die is verbonden met de Heilige Geest. Dat is de geest die met de Heilige Geest getuigt dat we kinderen van God zijn. Het is natuurlijk heerlijk om te beseffen dat die geest afgestemd op de Heilige Geest, die horen bij elkaar. En die heeft met elkaar hebben ze dat getuigenis, dat je een kind van God bent. En die geest die wordt gevoed door de Heilige Geest. Romeinen 8 zegt, immers zoveel als ze door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen. Door wie wij roepen, Abba Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dat is heerlijk. Als de Heilige Geest in je leven werkt, als hij als het ware samenwerkt met de nieuwe geest, die nieuwe schepping die jij hebt ontvangen in de Heer Jezus Christus. Dat is zo prachtig. En dan krijgen we drie woorden die we, ja, wat die geest typeert. Kracht, liefde, bezonnenheid. En allereerst kracht. Het woord kracht wat er staat, ik vind dat heel mooi in het Grieks, dat is dynamius. En dynamius, misschien herken je er iets van in, klinkt als dynamisch. En iets wat dynamisch is, is vol van leven, vol van, ja, fascinerend. Maar ik moest ook denken aan het woord dynamiet. Dynamiet is eigenlijk hetzelfde wat, want hetzelfde woord afgetuigd. En wat kan dynamiet niet doen? Als je een groot oud flatgebouw hebt en dat staat eigenlijk in de weg, ja, hoe kan je dat nou het makkelijkste slopen? Je kan natuurlijk een kraan sturen en beetje bij beetje dus de muren afbreken. Maar wat je soms ook gebeurt, misschien heb je het wel eens gezien op een filmpje, dan zijn er mensen die hebben dynamiet en dat zetten ze beneden bij de fundering. Op een aantal plekken, we moeten natuurlijk goed over nadenken waar ze dat doen. Ze maken het klaar met de afstandsbediening. En dan gaan ze een heel stuk verderop zitten, want het is natuurlijk veel te gevaarlijk. En drukken ze op het knopje en dan komt die dynamiet tot de ontploffing. En dat, die dynamiet heeft zoveel kracht, dat heel dat flatgebouw ineens stort. Zo'n klein beetje dynamiet kan een gigantisch flatgebouw ineens storten. En wij kennen dat niet zo in Nederland, maar in de Alpen heb je soms van die enorme bergmassieven. En als ze dan vroeger wel eens een weg wilden maken, ja, dat was niet te doen, want die weg was veel te snel. Dan hadden ze een stuk dynamiet en dan kon ze een heel stuk rots mee wegblazen. Keiharde rots, tientallen meters dik, kon je gewoon met dynamiet wegblazen. Nou, dat is hetzelfde grondwoord voor wat hier staat, kracht. We hebben een geest van kracht ontvangen. We hebben geen geest gekregen van kracht om dingen kapot te maken, maar we hebben een geest gekregen die alles kan als we in hem zijn. In hem kunnen wij alles. Dus als je nou jezelf onzeker voelt en je denkt, ik kan dit niet. Je hebt een geest gekregen van kracht. En die kracht die is zo sterk dat we alles kunnen. We kunnen de boze verjagen in de naam van de Heer Jezus. We kunnen het woord prediken. We kunnen ook de zonde overwinnen. Dus als je in je leven angst hebt, je hebt strijd, je hebt aanval. Dat je denkt, ik kan het niet.
dan heb je een geest van kracht ontvangen die het wel kan. Timotheus had de kracht ontvangen om op te staan tegen de dwaalleraren. Hij had de kracht gegeven om de mensen te onderwijzen. Je hebt ook de kracht gegeven. Als je nog zonde in je leven hebt die je er niet onder krijgt, je denkt, hoe kan het? Het lukt me niet. Elke keer opnieuw komt die zonde terug. Die zonde die heerst over mij. Dan zegt het woord van God, de zonde zal over je niet heersen. Jij hebt de kracht ontvangen in de Heer Jezus om die zonde te overwinnen. Dus een van de dingen die we hebben ontvangen is een geest van kracht. Door de Heilige Geest. Altijd als wij verbonden zijn met de Heilige Geest. Het tweede wat we hebben... Oh, ik heb er nog een prachtige tekst bij. Hem nu die bemachtigd is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Staat in Efeze 3. Dat is het eerste. Het tweede wat we hebben ontvangen, het is ook een geest van liefde. Vanmorgen hadden we het in de dienst al over liefde. Het is de agape liefde. Staat er agape op dat plekje. Een geest van agape. En dat is de liefde die zichzelf wegcijfert. Het is dezelfde liefde die de Heer Jezus ertoe bewoog om aan een kruis te gaan hangen. Dezelfde liefde die ertoe bewoog om zich niet te verzetten, niet weg te lopen, gehoorzaam te zijn aan zijn vader, uit liefde voor de mensen die dat deden. Toen hij aan het kruis hing, toen vroeg hij ook nog om vergeving voor de mensen die dat deden. Vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. Nou, diezelfde liefde die in de Heer Jezus is, die liefde is ook uitgestort in ons. Romeinen 5, vers 5 zegt, en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is, door de Heilige Geest. Dus als je het gevoel hebt, ik heb te weinig liefde, ik voel me best wel bezig met mezelf, en dat hele leven van de gemeente, dat maakt niet zo mee, dan weet je dus nu dat je een geest van liefde hebt ontvangen. Je hebt die liefde in je, want dat doet de Heilige Geest in je. Net als dat je de kracht van gekregen, die de Heilige Geest in je hebt, zo heb je ook de liefde meegekregen. En die liefde die drijft de vrees ook nog eens uit. Dus als je nog bang bent, dan zegt Gods woord, er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Dus daarom zien we ook dat we liefde hebben ontvangen. En het laatste, de kracht, de liefde, ook de bezonnenheid. Kracht is prachtig. Maar als je te veel kracht hebt, kan je ook je broeders en zusters wel eens verpletteren. Of je kan onbewust, zonder dat je het wil, mensen met zoveel kracht het evangelie willen verkondigen, dat je misschien meer stuk maakt dan dat je heelt. En als je altijd liefde hebt, en je hebt heel veel liefde en je gaat mee met wat mensen zeggen, dan kun je wel eens het evangelie verwaarlozen. Wat we nodig hebben, is nuchterheid en wijsheid. En dat geeft de Heilige Geest ons ook. Om die kracht en die liefde te verbinden. Zodat we het elkaar verbinden. We hebben zowel de kracht als de liefde. En de bezonnenheid die helpt ons daarbij om dat te verbinden. Dan hoeven we ons niet meer te schamen voor het evangelie van Jezus Christus. Dus als je nou aangevallen wordt. Als je eenzaam voelt. Als je denkt, hoe moet het? Hier in de gemeente gaat het nog wel. Je broeders en zusters om je heen. Je kan vertellen over de Heer Jezus. Je kan die passie met elkaar delen. Maar morgen sta je wel op je werk en heb je te maken met mensen die vloeken. Je hebt te maken met mensen die roddelen. Je hebt te maken met mensen die dingen over het weekend vertellen waar jij helemaal niks van te weten voelt. En hoe ga je er tegenin? Of misschien moet je er niet tegenin gaan. Misschien moet je voor ze bidden. Maar we hebben die geest van kracht, liefde en bezonnenheid ontvangen. En Timotheus had die nodig, want hij moest naar de gemeente en moest dingen vertellen. Hij moest ze opdragen om andere leer te verkondigen. En wij hebben de taak om het evangelie te verkondigen. En ik vind dat moeilijk. Om het evangelie te verkondigen. Om heel helder en duidelijk, in alle liefde, in alle wijsheid, maar ook in alle kracht te vertellen aan mensen hoe ze de Heer Jezus moeten volgen. Misschien dat het bij jullie vanzelf gaat, maar ik heb wel eens last van angst. Ik denk, hoe gaan ze reageren? Gaan ze wel naar me luisteren? Maar Gods woord is heel helder. We hebben een geest ontvangen van kracht, liefde en bezonnenheid. Paulus draagt Timotheus op, schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heer en ook niet voor mij zijn gevangenen, maar leid met mij verdrukking om het evangelie overeenkomstig de kracht van God. Misschien denk je nou, dat is een hele taak, een hele opdracht. Tegelijkertijd, als je beseft wat je in Christus hebt ontvangen, dan is het heel, ja, dan kan je het. In jezelf, zonder de Heer Jezus Christus, kun je nooit die getuige zijn van de Heer Jezus. Maar in hem wel. En dan vers 9, hij heeft ons zalig gemaakt. Hij heeft het gedaan. We hebben ons hart aan de Heer Jezus gegeven. En hij heeft ons zalig gemaakt. En geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig ons werken, wat wij deden. Maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade. Die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. God heeft jou uitgekozen.
Het is geen toeval dat je hier zit. God heeft jou uitgekozen. Hij heeft je zalig gemaakt. Hij heeft je geroepen met een heilige roeping. Niet omdat je zo'n geweldige persoon was, niet overeenkomstig onze werken, maar zijn voornemen, zijn genade, die ons gegeven is in Christus Jezus. Al lang van tevoren, voordat de wereld bestond, voordat er überhaupt één persoon was, voordat Adam er was, was er al lang bedacht door God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat het gegeven is in Christus Jezus. Voor de tijden der eeuwen. Maar toen kennen wij de Heer Jezus nog niet. Maar nu vers 10. Maar nu is geopenbaard. De Heer Jezus is geopenbaard. Door de verschijning van onze zaligmaker. Jezus Christus. Hij is geopenbaard. Denk wel aan dat hij geboren is. Hij is naar deze wereld gekomen. Hij is geboren. Hij heeft zijn leven daar geleid. Maar hij heeft niet alleen geleefd. Hij is ook gestorven. Hij is aan het kruis genageld. Hij is gestorven, maar daar is het niet bij gebleven. Die de dood teniet gedaan heeft. Dus de Heer Jezus Christus is voor ons gestorven aan het kruis. Zichtbaar voor heel de wereld. Iedereen kon het zien. Hij stierf daar. Maar hij stond ook op uit de dood. Er zijn veel mensen verschenen. Het is een levende heiland. En hoe gaat het verder? En het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. Dat is prachtig, hè? Dat wij het allemaal niet hoeven te doen. Wij moeten onszelf aanvuren, dat wel. Maar we hebben die geest gekregen van kracht, van liefde en van bijzonderheid. En dan te bedenken dat je ook nog vers 9 en 10 hebt. Dat de Heer Jezus Christus alles voor ons gedaan heeft. Hij heeft jou al gezalig gemaakt. Hij heeft jou geroepen. Hij heeft alles voor je gedaan. Hij is gestorven aan het kruis, maar hij is ook opgestaan. En het leven en de onvergankelijkheid is aan het licht gebracht. Het leven. Het leven met Christus. Hij was de opstanding en het leven. Maar dat is ook voor ons. En de onvergankelijkheid. Nu zullen we nog sterven. Ons lichaam is nog vergankelijk. Maar die onvergankelijkheid komt er al aan. Christus leeft er al in. En als wij lichamelijk sterven, dan ontvangen wij ook die onvergankelijkheid. Die is aan het licht gebracht. En daarom zegt Paulus, waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de heidenen. Eigenlijk met andere woorden, Paulus is zo enthousiast. Hij zegt, dit is wat ik te vertellen aan de mensen om me heen. En daarom schaam ik mij niet. Want ik leef door Christus. Ik heb de geest ontvangen. Ik heb een geest ontvangen van kracht en van liefde en bijzonderheid. En daarom vertel ik dit aan de mensen, zodat ook zij het mogen weten. Dat ook voor hen het leven en de onvergankelijkheid is door het evangelie. Daarom is hij daarom is hij degene die dat vertelt, een evangelist. En dat mag Timotheus ook leren. Om niet angstig te zijn door de mensen om je heen. Om niet te schrikken voor wat er gebeurt. Misschien ben je wel bang voor corona. Misschien denk je, wel helpen moet dat. We hoeven niet bang te zijn. We mogen weten dat hij voor ons zorgt, dat hij ons leidt. En dat wij een heerlijke God hebben die ons alles heeft gegeven wat we nodig hebben. Elke dag opnieuw. En de troost van Timotheus is ook onze troost. Laten we zien op hem. Niet op onszelf. Niet op alles wat er nog tekort komen. Maar daar zijn we nog wel even bezig, denk ik. Maar laten we zien op hem. Die ons alles heeft gegeven. En waardoor wij werkzaam mogen zijn. En dan mogen we getuigen van de Heer Jezus die in ons woont. Amen.